Tarik El-Younoussi, Igor Djuric, Mikael Papadopoulos, Gerry Koning, Rico Wolven, Victor Elm, Filip Haglund, Kelvin Jong-Apin, Roy Behrens, Kenny Steppe en Mika Vaierinen. Dat zijn de 11 spelers waar SC Heerenveen het tweede oefenduel van de voorbereiding mee begint. Tegenstander is hoofdklasser VV Sneek Wit-Zwart. Al na 2 minuten spelen deze vrije trap voor Heerenveen. Mika Vaierinen gaat het proberen. En dan verdwijnt de bal zomaar in het doel, wordt door niemand aangeraakt en staat Heerenveen dus vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Doelpuntenmaker Mika Vaierinen. Afgelopen woensdag won de ploeg van Ron Jans al met 7-0 van Garsterland Sleert. Toen duurde het een half uur voordat de score geopend werd. Nu dus slechts 2 minuten. Dit is slecht uitverdedigen in de verdediging bij Sneek. En daar kan Mika Vaierinen van profiteren. Het is de 11e minuut van de wedstrijd. Zijn tweede treffer. En zo scoort Heerenveen er in de beginfase rustig op los. Corner dan voor Heerenveen. Wordt de bal niet goed uitverdedigd. Roy Behrens. Kijkt eens even, wie staat er vrij? Behrens met de voorzet. Op Vaierinen. Vaierinen helemaal vrij. Kopt de bal goed in, maar net over het doel van Sneek. En zo is Vaierinen in de beginfase de gevaarlijkste man bij Heerenveen. En Sneek Wit-Zwart heeft dan tot op heden nog niets laten zien. Wellicht dat de thuisploeg nu gevaarlijk kan worden. Haglund verliest de bal op het middenveld. Prima bal op Kasim Bisimana. Bisimana dan! Bisimana maar! De redding van Kenny Steppe. Uitstekend. Kasim Bisimana speelde in de jeugdopleiding van SC Heerenveen. Vertrok toen naar SC Groningen. En speelde vervolgens ook nog bij BV Veendam. Nu dus bij Sneek Wit-Zwart. Bisimana opnieuw! Maar uitstekend weer de redding van Kenny Steppe. Maar zo is Bisimana dus ook al 2 keer gevaarlijk geweest voor de thuisploeg. Heerenveen natuurlijk wel de betere ploeg. Laat het balletje lekker rondgaan op zoek naar de derde goal. Dit is Elm. Victor Elm, prima steekpaas. Roy Behrens, wat kan die? Roy Behrens, houdt in. Behrens met de voorzet op Papadopoulos, redding. Papadopoulos opnieuw en jou hoor. Via de kluts komt de bal opnieuw voor zijn voeten. En dan rond de Tsjech wel af. Het is de 41ste minuut van de wedstrijd. Mikael Papadopoulos zet Heerenveen op 3-0. In de tweede helft dan 10 andere spelers bij Heerenveen. Alleen Filip Haglund mag blijven staan. Luciano Narsing is de vervanger van Roy Behrens. En hij is hier direct gevaarlijk. Narsing. Narsing met de 4-0. Narsing, maar zijn schot gaat voorlangs. Staat amper een minuut in het veld en direct een kans voor de rappe rechtsbuiten. Een minuut later dan. Goeie doorjagen van Richard Stolte. Christian Grindheim met een uitstekende steekpaas op Zamir Fasli. Kapt zijn tegenstander uit Fasli. En rond dan uitstekend af in de korte hoek. En zo staat Heerenveen in de 46e minuut op 4-0. Een minuut in het veld. Zamir Fasli, de vervanger van Papadopoulos. En direct trefzeker. En na 70 minuten spelen mag dan ook Filip Haglund het veld verlaten. En zijn vervanger is opmerkelijk genoeg Tarik El-Younoussi. Speelde de gehele eerste helft ook al mee en mag zich in de tweede helft nog 20 minuten bewijzen. Dit is meteen een goede steekpaas op El-Younoussi. Geen buitenspel. El-Younoussi alleen op de keeper af. El-Younoussi houdt het overzicht. Ja, dat houdt hij, want bij de tweede paal staat helemaal vrij Luciano Narsing. En op aangeven dus van Tarik El-Younoussi scoort Luciano Narsing de 5-0. Was eerder in de wedstrijd ook al dicht bij een treffer. Nu is het dus wel raak. En Heerenveen wil de score natuurlijk omhoog poetsen. Afgelopen woensdag dus zoals gezegd 7-0. Dit is een prima steekbal op Fasli. Fasli ziet dan bij de tweede paal dat zijn teamgenoot Filip Djuricic helemaal vrij staat. En die mag de bal binnenglijden. 6-0 voor Heerenveen. Verlengde deze week zijn contract met 2 jaar en staat dus nu tot de zomer van 2014 onder contract bij Heerenveen. Filip Djuricic. 4 minuten voor tijd is het deze interceptie van Daryl Janmaat. Heeft dan ook een uitstekende steekpaas op Luciano Narsing. En Luciano Narsing doet het schitterend. Prachtige lob over de doelman heen. Hij zet Heerenveen op 7-0.
Het is zijn tweede treffer van de avond. En zo wint Heerenveen ook deze wedstrijd. Ron Jans kan tevreden zijn. Woensdagavond staat het volgende duel alweer voor de deur. Dan op Sportpark Scotterwoord tegen VV Heerenveen.